Vandaag een antwoord op de vraag van Ria. Ria heeft eigenlijk haar hele leven lang nog nooit een hoog lichaamsvetgehalte gehad. Nog nooit een dusdanig hoog lichaamsvetgehalte dat ze bijvoorbeeld een richeltje vet rond haar buik vast kon pakken. Of dat een richeltje vet over haar broekrand ging puilen op het moment dat ze ging zitten. Dat ziet ze wel regelmatig bij mensen, vrouwen om haar heen. Maar daar heeft ze zelf eigenlijk nog nooit last van gehad. Van een hoog lichaamsvetgehalte. Nou, daar was ze natuurlijk ook wel super blij mee. Dit is veranderd sinds Ria in de overgang is geraakt. Want opeens begint haar lichaamsvetgehalte toe te nemen. En kan ze wel een vetregeltje vastpakken. En gaat er ook wel een vetregeltje over haar broekrand puilen op het moment dat ze gaat zitten. En dit past toch totaal niet bij haar en irriteert haar mateloos. Maar dit gebeurt haar zomaar. Want als het nou zo was dat haar eetpatroon is veranderd, wanneer ze meer zou zijn gaan eten of slechter, van een slechtere kwaliteit zou zijn gaan eten, ja, dan kon ze dat beredeneren en ook wel terugdraaien wellicht om die toename te voorkomen. Maar dat is niet aan de orde. Haar eetpatroon is niet veranderd sindsdien en toch neemt haar lichaamsvetpercentage toe, haar lichaamsvetgehalte toe, ontstaan er vetregeltjes rond haar taille sinds ze in de overgang is beland. Dus de vraag van Ria is, hoe kan dat? Dat mijn vetgehalte vanuit het niks lijkt toe te nemen. Nou, Ria. We snappen en weten over het algemeen dat ons lichaamsvetgehalte kan stijgen wanneer er structureel te veel calorieleverende voedingsstoffen aanwezig zijn in ons eetpatroon ten opzichte van hetgeen je lichaam eigenlijk nodig heeft om bij zijn dagelijkse processen te kunnen benutten. Het overschot aan brandstoffen wordt dan in een geconcentreerde vorm opgeslagen in de vorm van vet, waardoor ons lichaamsvetgehalte kan toenemen. Maar wanneer dit opeens zomaar toeneemt, wat jij merkt vanaf de overgang, terwijl jouw calorieinname, de hoeveelheid calorieleverende voedingsstoffen, niet is toegenomen, ja, dan is dat een beetje vreemd. Dus is jouw vraag, ja, maar hoe kan dat dan? Nou, dat komt omdat het verbruik ook kan veranderen in je lijf en jouw lichaam ook zelf in staat is vetten te vormen. Dus op het moment dat jouw lichaam maar regelmatig vetten zelf aan het vormen is en wanneer het verbruik in jouw lijf laag is, lager ten opzichte van eerder, en dat de vorming van vet in je lijf vaker plaatsvindt dan eerder, sinds jij in de overgang bent beland, ja, dan kan dus daardoor, los van hetgeen jij eet, kan dus jouw lichaamsvetgehalte toenemen. En dat is kennelijk aan de orde. Dus kennelijk is de overgang en hetgeen verandert in je lijf gedurende de overgang, hetgeen aan de orde is in je lijf gedurende de overgang, van invloed op de hoogte van het verbruik in je lijf en of de vorming van vet door jouw lijf zelf. Je lichaam kan dus zelf vetten vormen en middels een proces genaamd lipogenese. En wanneer doet jouw lichaam dat? Dat doet jouw lichaam wanneer regelmatig het hormoon insuline afgegeven moet worden in je lijf. En wanneer moet dit hormoon regelmatig afgegeven worden in je lijf? Dat is wanneer je bloedsuikerspiegel regelmatig verhoogd raakt. We weten dat onze bloedsuikerspiegel regelmatig verhoogd raakt wanneer we regelmatig koolhydraatrijke voeding eten. Maar jij bent niet meer koolhydraatrijke voeding ten opzichte van eerder gaan eten. Maar onze bloedsuikerspiegel stijgt ook wanneer stresshormonen gluconeogenese, de vorming van glucose door jouw lichaam zelf, stimuleren. En wanneer is dat aan de orde? Dat is aan de orde dat stresshormonen de vorming van glucose stimuleren, waardoor je bloedsuikerspiegel stijgt en dus ook een verhoogde afgifte van insuline zal ontstaan, welke van invloed is op de vorming van vet in je lijf. Dat is aan de orde wanneer de energieproductie in je lijf een beetje op zijn gat ligt en daardoor stress ontstaat in je lijf. En dat is aan de orde wanneer enzymen in jouw weefsel
ze niet goed kunnen functioneren. En wanneer is dat aan de orde? Dat is aan de orde wanneer de zuurtegraad in jouw weefsels niet optimaal is, niet licht basis is. En wanneer is dat aan de orde? Wanneer er bijvoorbeeld een vochttekort heerst in jouw weefsels. En waaruit kan een vochttekort ontstaan? Een vochttekort kan ontstaan uit een slechte regulatie van de vochtbalans in je lijf. De verdeling van vocht over jouw lijf en verschillende weefsels. Deze verstoring kan ontstaan wanneer hormonen welke dit reguleren, dit regelen, de vochtbalans in je lijf, dus de verdeling van het vocht in je lijf over de verschillende weefsels, wanneer die niet zo goed kunnen functioneren, wanneer die niet in balans zijn en welke hormonen betreffen dit onder andere. Dit betreffen onder andere de vrouwelijke geslachtshormonen, welke niet in balans zijn gedurende de overgang, omdat je eierstokken er opeens mee op zijn gehouden om deze te vormen. Deze vrouwelijke geslachtshormonen worden ook door andere weefsels, je vetweefsel, je bijnieren, wel gevormd, maar als die eierstokken er mee ophouden, ja, dan kan die balans eventjes verstoord raken. En dan kan dus ook alles wat deze hormonen normaal gesproken regelen, wanneer ze wel goed in balans zijn, kan verstoord raken, waaronder de vochtbalans. Met als gevolg dat vanaf de overgang de vochtverdeling in je lijf kan gaan verslechteren. Daardoor ook eerder een te hoge zuurtegraad in jouw lijf kan ontstaan ten opzichte van eerder. Daardoor eerder een slechtere enzymwerking in jouw lijf kan ontstaan en een energietekort in je lijf. Daardoor eerder de afgifte van stresshormonen zou plaatsvinden in je lijf die je bloedsuikerspiegel verhogen. Daardoor een hogere mate van insulineafgifte nodig is in jouw lijf om je bloedsuikerspiegel maar binnen de perken te houden. Maar vervolgens je cellen die door die te hoge zuurtegraad die glucose uit de bloedbaan als reactie op insuline minder goed op kunnen nemen en jouw lever in een verhoogde mate gestimuleerd wordt vetten te vormen ten opzichte van eerder het proces lipogenese uit te voeren en dan zomaar door een snellere verhoging van de zuurtegraad in jouw lijf vanaf de overgang, omdat de vochtbalans vaak niet zo goed meer gereguleerd wordt, door die niet in balans zijnde hormonen, vrouwelijke geslachtshormonen, dan zomaar kan jouw lichaamsvetgehalte toenemen, terwijl jouw voeding niet is veranderd ten opzichte van voorheen en dus niet meer reden geeft ten opzichte van voorheen om vetten te vormen op te slaan in jouw lijf.